Goedemorgen. Ik dacht, ik ga voor nu voor een keertje weer een Nederlandse vlog maken. En het is nu ochtend, een beetje laat in de ochtend. En ik ga zo even mijn vlogcamera, nee niet mijn vlogcamera, mijn mobiel laten repareren. Lang verhaal. Vorig jaar met kerst bij Philips en ouders, toen was ik nog maar half wakker en toen liet ik de telefoon in de badkamer vallen. En toen dacht ik, oh, valt wel mee, want het is wel vaker gebeurd in onze badkamer, maar toen had ik dus scherven. En sinds nu, dus bijna een jaar later, is het op zich wel oké gegaan. Maar nu ga ik hem dus wel echt laten repareren, want het doet het. Het begint een beetje waterschade te krijgen en ook met het weer natuurlijk niet fijn om mijn mobiel op die manier te hebben. Dus daar gaan we. Dus, ik weet het niet, ik hou er gewoon niet van. Philip zei ook van, ik koop anders een nieuwe mobiel. Maar dat wil ik ook niet. En nu is het dan zover dat ik wel echt ga. Dus laat ik dat doen. Gisteren heb ik een gesprek gehad met mijn vader, met een nieuwe vriendin. En ze komen volgend jaar, begin volgend jaar, was opzoeken in Stockholm. Dus daar heb ik super veel zin in. En ja, ik heb verder een, ja, de week is bijna afgelopen. Maar morgen een hele drukke dag. Dus ik denk niet dat ik super veel ga vloggen. Ik weet ook niet of het een leuke vlog wordt of zo. Maar ja, zullen zien. En ik heb nu een beetje deze combinatie aan van een jeans, mijn champion sweater en Topshop tas. Het is echt een koopje, maar ik heb de tas echt zo vaak gedragen. En dan deze blazer van Zara en loafers van Zara. Eigenlijk een heel oud outfitje, maar ik vind het nog steeds leuk om te dragen. Oké. Dus ik ga naar hier in de buurt, omdat ik ook niet zo heel warm ben aangekleed. Maar gaan we zien. Ik heb een beetje highlight op. Maar ik ga een beetje filmen in ons lieflijke winkelcentrum. Ik ben echt heel gek op om daar gewoon af en toe eens doorheen te wandelen samen met Philip. En het ruikt altijd heel lekker. Oké, doeg doeg. Straatje. Met de ambassades aan die kant. Nu zijn we onderweg naar het winkelcentrum. Leuk interieurwinkeltje en leuk cafeetje. Bon, heet het daar. En het is echt wel herfst en daar een fontein of spuurt. I know it's hard, but you don't get the time. To do the things you gotta do.
goedemiddag. Wacht even. Het is vandaag zondag. Volgens mij is het een tijdje later dat ik weer aan het vloggen ben. Ik weet niet wanneer de laatste keer was. Maar ik moest mezelf even herinneren dat het in het Nederlands moest vandaag. Dus dat gaan we doen. En gisteren wilde ik eigenlijk naar de stad. Even lekker in mijn eentje. Maar het regende gisteren. Ik ben niet van suiker, want ik woon in Nederland. Maar ja, ik had er gisteren eigenlijk niet zo heel veel zin in dan. Dus lekker thuis gekookt. En lekker films gekeken. En kookprogramma's gekeken. En volgende week of aankomende week op de donderdag komen mijn vriendinnetjes. Dus dan ga ik weer vloggen in het Engels waarschijnlijk. En ze vliegen over vanuit Nederland voor hun bridal shower van 4-5 dagen. Maar 4 volle dagen. En ik heb er heel veel zin in. En nog meer. Ik draag nu eindelijk mijn vintage oorbellen. Dat ik op een marktje heb gekocht in Cannes toen ik er met mijn nichtje was. En en ik zal mijn outfit even beneden laten zien. En daar ligt de make-up. Mijn favoriete matlipstick van Miss Rose. En dan heb ik wat olie in mijn haar gedaan, want het is ontzettend droog. En het is organisch en verbad lichaam en haar. En er zitten verschillende organic ingrediënten in, zoals rozemarijn, jojobaolie en zonnebloemolie. En nog een klein beetje van dit over Balmain Leave-in Conditioner Spray. Ik wil graag de grotere versie binnenkort voor mijn haar. En dus ik ga wat inkopen doen voor de bridal shower volgende week. Ik denk niet dat ik alles ga doen vandaag. Want zoals ballonnen en bloemen, die ga ik even kijken. Die ga ik van de week doen voordat ik naar in de ochtend waarschijnlijk. En verder dacht ik nog aan vegan pizza's. En of in ieder geval vegetarisch volgens mij, want het moet vegetarisch zijn. En het vriendinnetje van mij is vegetarisch. En ik ga een soort van surprise brunch, lunch eerst organiseren. We hebben nog heel veel dagen daarna. We hebben een soort van mini planning gemaakt waar we misschien een beetje aan gaan voldoen, waar we misschien ook een beetje van gaan afwerken. En we hebben nog heel veel eigenlijk ruimte wanneer we gaan spontaan iets kunnen doen. Maar ik denk altijd met dit soort events of weekendjes is altijd wel fijn om wel een soort van planning te hebben. Of in ieder geval waarop ik kan terugvallen. Dus heel veel zin in volgende week. Vier was even bij zijn oma geweest. En zijn oma die volgende keer ga ik mee. Maar ze had foto's, maar ik moest werken die dag. En ze had foto's van Jardin de Tuileries. Van het Tuileriepark in Parijs. Want toen zij daar was in de jaren 50. Echt super cool. Dus die wil ik ook nog heel graag zien. En Filip had ook allemaal foto's van ons zomer laten zien. Super leuk. De zon begint opeens te schijnen. Super fijn. Maar ik heb hier mijn notitieboekje, waar ik nog steeds van neem, maar is. En die neem ik mee in mijn tas. Want er staat eigenlijk een soort van lijstje in. Ik ga vandaag nog niet super veel halen. Maar voordat ik het vergeet. Want ik ben dan zo'n iemand die dan van alles ziet. En dan afgeleid raakt. En dan wel iets vergeet. Kijken wat heb ik nog meer. Portemonnee. Ik heb altijd alleen maar pasjes. Dus die zitten daar allemaal in. En ik heb een hoe heet dat? Een foldable reusable bag van Urban Outfitters. Daar is wel een beetje kapot.
Maar ik heb hem heel vaak gebruikt. Dus die neem ik ook mee. Laatst dit. Oh, mijn favoriete. Oh, bonnetjes. En mijn favoriete. Everyday lipsticks. Zijn echt mijn favoriete nu. De kleuren. Gloss. En. Hoe noem je dat? Voedend. En. Dat is een matte lipstick. Mijn favoriete. En deze heb ik weer gevonden. Dus die doe ik even zo'n tas voor de winter. Handcreme van L'Occitane. En. Textor. Die heb ik de laatste tijd echt nodig. Ik denk dat ik binnenkort eigenlijk ook aan de B. Vitamine B pillen moet. En ik zit nu ook al aan de vitamine C pillen. Dus nou ja, niet elke dag vitamine C. Maar. Ik ben nu beneden en het is nog voor 2:00, dus ik ben op zich nog wel op tijd. En ik ga sowieso naar iets van home voor wat nieuwe geurkaarsjes. Omdat we gaan ook meidenavond doen enzovoort. Dus ik wil gewoon dat ons huis lekker ruikt en ook lekker in de herfst wanneer ik thuis kom of wanneer wij thuis komen. Dus dat sowieso. Ik ga even kijken hoe de bloemen eruit zien op de markt en bij H&M Home. En we hebben 2 H&M Homes, of nog wel meer eigenlijk. Maar eentje sowieso tot mijn kat dan. Welke, dat is eigenlijk een beetje de hoofdwinkelstraat. Eigenlijk een beetje zoals Kalverstraat in Amsterdam. En ook eentje in Bibliotheeks dan. En dat is eigenlijk een soort van BCH-straat met beerjas. Ik had dan alles ook met designer en brands en stuff. Oké. De zon schijnt. Ik heb mijn Ray-Ban maar weer eens uit de kast gehaald. Mijn hand is shit helemaal. Maar ik weet niet waarom, maar ik denk dat wel meer mensen het hebben als je een beetje brakkig voelt of zo. Weet je wel, het liefst gewoon zo'n hele grote zonnebril op wilt hebben en denkt dat je verstopt bent of zo. Maar ja, niet voor vandaag. Ik denk dat een beetje lucht ook wel helpt eigenlijk. Dus ik draag mijn jeans en ik eigenlijk weer voor vorig jaar Zara. En dan eigenlijk heel comfy met mijn sportlegging en loafers, trenchcoat, heb ik het back. Helemaal van die. En dus ik met mijn mooie vintage oorbellen van uit Kam. En eigenlijk wel klaar om te gaan. Dus ik neem jullie mee en ik zie jullie thuis weer. Doeg. En ik ga trouwens lopen. Lekker wandelen. Redelijk dichtbij sowieso. Bibliotheekskanton is ietsje dichterbijder. En echt het centrum, zeg maar, de winkelstraat is ietsje verder. Maar ja. Laten we lekker gaan wandelen. En ik ga trouwens ook nog naar gekomen en ik was bijna bang dat de winkels gesloten waren, maar het was alleen één winkel waar ik morgenochtend denk ik langs ga. En ik heb
vast wel wat dingetjes kunnen vinden. Ik heb in ieder geval een keer bij H&M Home heb ik een soort vaccinelegjes gekocht van Mahogany. Een hele warme, beetje herfst-wintergeur. En ik wilde deze keer gewoon vaccinelegjes, dus ik ga vanavond al eentje aanbranden. En ga ik ook met de lunch en wanneer ze hier zijn lekker aansteken. En toen zag ik ook al wat kerstdingetjes. En toen heb ik alvast iets gekocht voor. Ik vond het zo cute en het past ook heel erg bij onze boom. Een beetje klassiek hebben we. Maar ook een beetje quirky. Ik heb bijvoorbeeld één van Sissy Boy en, met een aapje erop. Heel leuk. Dat zien jullie dan weer. Dat ga ik ook doen, vond ik heel leuk. En deze vond ik zo leuk. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is donkergroen. En ze zijn gewoon los van elkaar. Maar het is zo cute. Past gewoon echt bij een steltje die Filip en ik allebei leuk vinden. Heel leuk van zijn boom. En ik ben meer voorstander van, ja, natuurlijk is als je een hele grote boom hebt, dat is een beetje sneu wanneer je maar een paar ballen of decoraties hebt. Maar ik ben echt de voorstander van elk jaar zeg maar weer beetje bij beetje kopen eigenlijk. Gewoon de leukste dingetjes. In plaats van gewoon het gevoel hebben dat je je boom moet volhangen of zo. Ik had een heel klein boompje. Dat was ook wel leuk voor keer. Maar deze keer willen we echt wel gewoon een grote boom. Dus super leuk. En later bij de Henderson Maurits in de Hoofdstraat eigenlijk. In de Tonnenkamp dan. Ik deze in de uitverkoop. Echt super leuk. Ik zou niet zelf met deze kooltrui draaien, maar misschien met een andere wat meer knitwear. Zet hij heel erg leuk. En ja, ziet er wel voorbij komen op mijn Instagram. En nu was die maar ongeveer 10 euro volgens mij. Echt super leuk. Misschien een beetje preppy, maar het is echt super leuk dit seizoen. En ook heel leuk te combineren. Wat ik al zei. Maar ja, dat zien we vanzelf al op Instagram. Dus eigenlijk niet zo heel belachelijk veel gekocht. Maar ja, ik heb wel wat dingetjes op mijn lijstje staan. Maar ik wilde vandaag vooral eigenlijk voor de bridal shower gaan shoppen. En ja, de rest probeer ik een beetje te verspreiden over de week. Om een beetje op te halen. Ik denk dat ik het nog in deze vlog ga doen. En dan de bridal shower weekend doe ik zeg maar weer in het Engels. En dan in een aparte vlog. Nog meer. Ja, was ook nog even bij de bloemen gaan kijken. Ik vond ze op zich wel oké. Okay, maar ik denk eigenlijk dat we hier in de buurt bij Cardaplan eigenlijk wel leuker hebben. Dan hoef ik ook niet zo ver te lopen met de bloemen. Verder moet ik nog ballonnen en nog wat andere dingetjes voor de brunch. Voor brunch. En dan ja, bijna klaar. Had ik al wel voor de brunch. Had ik een fles Pellegrino. En drie van dit. Of eigenlijk twee van mijn ijs latte macchiato. En dan moeten we maar met z'n drieën gaan vechten om de espresso milk. Er zit alvast 50 pizza's. Ik ga nog salades halen. Ik denk bij Holy Greens of zo. En ja, gewoon allemaal lekkere dingetjes voor op tafel. Goedemorgen, is het nog steeds voor 12 uur. Bijna 12 uur. En ik ga vandaag dus even naar het winkeltje dat gisteren gesloten was. Deze, dat heet het. Ga ik even wat thee halen voor mijn vriendinnetjes. Voor een surprise lunch. En dan misschien wel popcorn en chips halen. Verder ga ik ook nog
Alleen dat heb ik al verteld. Vegetarische pizza halen. Misschien zelfs vegan. En Domino's en croissantjes. En dat is mijn look. Ik heb eindelijk weer mijn Kaline Wester trui aan van vorig jaar. Het is super fijn nog steeds. Het is een beetje oversized en een beetje lang. En dan heb ik mijn trenchcoat natuurlijk. Eigenlijk ook mijn andere tas. Maar ben ik vergeten. Maar is dat nog steeds leuk. Lekker super comfy. Bershka workout pants en mijn sneakers. Bijna nee. Of nog een keer. Ik moet wel een beetje wennen met lopen. Ik ben weer een stuk groter. Dan ga ik weer aan het werk. Dus ik ga even snel heen. En ik neem jullie mee. En het regent. Dus ik heb een rapletje mee. Lekkere theetjes. En ik heb een van mijn eigen merk gekocht. Of twee eigenlijk. En kijk, dit is de afternoon tea blend. Zwarte thee. Volle thee met bergamot en bloemen. En het zijn piramide twee zakjes. En dan heb ik ook nog Earl Grey rosé, beetje girly, soort thee met roze blaadjes en vanille. Volgens mij heb ik deze ook voor mijn oma gekocht. Dus, ja. En als er nog andere theetjes wil, kunnen we natuurlijk nog gaan halen. Maar ik dacht, ik vind dit wel leuk voor de meidenavond, beauty night, meer films gaan kijken en zo, spelletjes. Een beetje bridal shower spelletjes gaan doen. En maar ook voor het lunch. Kan ook wel. En deze. Hele zoete thee, denk ik. Ik dacht ook nog. Ik kan ook nog die gewone thee in. Ja, hoe noem je dat? Niet poeder, maar gewoon in theeblaadjes vorm kopen. Zonder zakje. Maar ik moet nog een nieuwe zo'n thee dingetje hebben. Gaat lekker, maar ik weet niet meer hoe dat heet. Wat je dan zeg maar in de thee dompelt of in warm water, ook echt thee. Die had ik, maar we zijn nog in Nederland. Volgens mij was die ook een stuk gegaan in Nederland. Dus daar moet een nieuwe, maar die zijn niet zo heel duur. Dus, maar het lijkt mij wat handiger. Volgens mij met z'n drietjes zijn om gewoon eerst zakjes te hebben. En ja, dan morgen of woensdag in ieder geval nog wat voorbereiding. En dan donderdagochtend. En dan, ja, ben ik er helemaal klaar voor. Dus morgen is het de grote dag. Dan zijn eindelijk mijn vriendinnetjes hier van de basisschool. En we gaan echt zulke leuke dingetjes doen. En ook voor mij, ik heb nu eventjes een paar dagen vrij. En super veel zin in. En dus nu ga ik straks, het is rond een uur of twee. Dus morgen ochtend even lekker gechilled. Het e-mailtje is gedaan. Toch wel. Maar ook even lekker gechilled. En koffie gedronken met havermoutmelk. En ja. Zo.
even naar wat Eversten. Dat is de winkel, het winkelcentrum hier in de buurt. Even wat bloemen halen. Croissantjes. Misschien donuts. Dat weet ik nog niet zeker. Want ik ga waarschijnlijk en fruitbols en saladebols halen morgen. Dus misschien is het wel genoeg eigenlijk. En oh ja, heel belangrijk. De vegetarische pizza's. Ook. En dan ja, moet ik morgen toch nog wel pad met een ballon, hè. Dus hopelijk gaat het goed. Ik durf eigenlijk niet zo goed, maar we gaan het doen. Alles voor mijn vriendinnetjes. Dus het komt helemaal goed. Zie je zo beneden. Het voor wie nog een huisje zoekt. In Stockholm, bij ons in de buurt. Welkom. Super leuk. Dit is echt zo'n mooie locatie. Als je hier kunt wonen. Het is ongeveer. Dus hier als je de hele lange straat uitloopt. Kom hier aan het water. Het is echt super mooi. Dus eindelijk beneden en ik heb mijn regenjas of mijn regenjas vind ik heel koud aan eindelijk een keertje van Monkey. Toen ik hier net kwam wonen, toen had ik hem al en het regent gelukkig niet. Dus ik had eigenlijk mijn paraplu wel thuis kunnen laten, maar ja, even kijken. Ik heb gewoon even mijn grijze trui onder. En dan nog koffie met mijn Bershka workout pants. Deze cowboy laarsjes van oude collectie van Sarah. Zijn mijn sokken. Dus super leuk in mijn tasje van Topshop. Het regent niet. Jee. Oké, laten we naar het winkelcentrum gaan. Ik weet nog niet hoeveel ik ga filmen, maar ja, dat zien we wel. So I just came back home and we'll show you what flowers I bought and what I already got for tomorrow's lunch. Zo stom. Ik zou dus in het Nederlands praten, maar ik was dus net thuis en ik ga even laten zien wat ik nog meer heb gekocht voor de lunch morgen. En ik moet ook nog wat andere dingetjes halen morgen. En dan ben ik er klaar voor. Nog een beetje schoonmaken thuis en even wat kledingzetjes klaarleggen, denk ik. En dan ready. En heb ik ook contact gehad via de app. En iedereen heeft er wel zin in. Dus ik heb twee pizza's. Zijn, even kijken. Vegetarisch. For free range humans. Dus ik heb er twee. Eentje in grilled. Of twee in grilled style. En donuts heb ik. En croissantjes. En straks laat ik de bloemen even zien. Ik doe deze denk ik in de koelkast. Volgens mij blijft ze dan het beste. Of ik weet het echt niet. Ik denk de croissantjes in de kast en deze in de koelkast. En dan nu de bloemen, die vind ik persoonlijk echt super mooi. En ja, ik dacht gewoon drie stuks. Moet ook niet te veel. Eentje op de salontafel, eentje op de eettafel. En ja, want ik ga waarschijnlijk nog bloemen halen. Dus
Maar het wordt super leuk en wat kaarsen en gewoon als de hele tafel gedekt is, denk ik dat het super leuk is. Dus laat ik je bloemen zien. Ja. Die ik hier bij Cardaplan heb gehaald. Tadaa. Het zijn hortensia's. Different colors. I couldn't choose, but I think these are the prettiest, at least for fall. And then these just to brighten everything up. Super nice. I'm going to put them in vases somewhere at the dining table and salon table, I think. Waarom praat ik niet meer? Maar het zijn dus hortensia's en deze kleuren zijn eigenlijk mijn favoriet. Deze kleur is eigenlijk mijn favoriet en deze vond ik wel een beetje wat fleuriger. En ik ga ze over de eettafel en salontafel verspreiden. Ik weet nog niet welke kleuren samen. Misschien deze twee samen en deze op de salontafel denk ik. Character too, which I'm really excited about. Really excited to see what my furniture looks like in there. And yeah, there's gonna be something that we do for beautiful. I'm gonna show you that. But they need to film me the way around.